van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video van Subnautica. En we gaan weer verder. In de vorige video hebben we dus het platform al gemaakt van de raket. En ik heb trouwens mijn C-mod kleur gegeven en mijn exopak ook en de Cyclops ook. En ik heb hem een naam gegeven. De C-mod noemt Chico, dat is mijn hond noemt zo. Hier hebben we het exopak, die is ook zo zwetachtig. En de naam daarvan is de Reaper. Ja, de Reaper, ja. En de Cyclops is daarboven. De naam van die is EelTuber, dat is mijn Minecraft naam. Oké, we gaan even het platform beklimmen. En de vorige video was enkel het platform, maar ondertussen heb ik ook al de lift gemaakt. Het enige dat nu nog ontbreekt is de raket zelf. En die moet ik dus. Ik heb trouwens ook nieuwe dingen gelokt. Ik heb, ben ergens gekomen waar ik nieuwe dingen heb kunnen vinden, zoals bloedolie en diepzeezwam. Wat er nu net ook een plaats zijn waar we naartoe moeten. Kijk, daar hebben we een locatie. En daar ligt. Dat is dus diegene. Die ligt blijkbaar in een tunnel met zeeslangen. In zo'n tunnel ben ik al geweest, laatst om zeilsteen te vinden. Dat is succesvol verlopen. Mijn C-mod kan nu 900 meter diep. Maar er is dus de lift. Dus even naar boven gaan. Oei, die wolk. Die wolk is nu al heel duidelijk. Van het eiland. En. Ja, hier hoort een raket te zijn. Mooi, de eiland. Dus. De missie voor vandaag is dus ook wel nikkelerts vinden. En ja, die twee locaties ga ik ook proberen te vinden. Voor het moment gaan we. Kijk, daar heb ik een baken achtergelaten. Daar is de tunnel waar ik. Dinges vond, de zeilsteen, zodat ik het makkelijk kan vinden dat ik het met exopak kan betreden ofzo. Zullen we zelf stappen in? En dan gaan we die kant op. Kijk, dit dus, hier hebben we het. En er is dus hetzelfde type wat ik daar heb bij de baken, dus ik denk dat ik er ook zeilsteen kan vinden. Ik heb wel plots voor wat dingen. Het is 250 meter diep. Kijk, dat soort dingen. En, dat zijn de zeeslangen. Ah, het is een ondergrondse basis. Ah, dat is wel nice. Oké, we gaan proberen te betreden. Volgens mij kan ik langs hier naar binnen. Maar dan moet ik wel opletten voor die kwal. Ja, zie je, ze beginnen niks hè, zolang ik in mijn C-mod zit. Oké, we gaan even kijken. Ah, hier ligt ook een PDA. Dat is goed nieuws. Ja, verder niks. Ik probeer ontwijken. Probeer niks aan te raken. Scanner. Waterfilter. Ik hoop dat die slangen hier niet naar binnen kunnen, want dan ben ik wel gezost. Ik heb het nieuwe geunlocked. Ah, oppassen voor die kwallen, want die kunnen me wel steken. Oké, nog een PDA. Zien dat ik niet gestoken word. Yes. Huh. En nog een PDA. Oké, dan gaan we. De volgende stap is dan wel. Oh, dat was maar een high. Maar die klinken erger dan dat ze zijn.
De volgende locatie. Hier hebben we nog een Simot onderdeel. Nou, dat is niet nodig. Oké, het volgende onderdeel is ook wel die locatie daar. Dat oppassen. Op dit moment die krab inktvissen die kunnen we met een stroom afpakken blijkbaar. Oké, okay, daar hebben we dus al zo'n beest. Die kunnen we met stroom dus afpakken. Op dit moment heb ik er nog geen gezien. Ik heb er al wel een gezien in de verte, buiten opname. Oké. Okay. Ik ga even naar binnen. Achtergelaten PDA. Oké. Okay. En die kan zo. Wat is dat? Mensen, wat is dat? Volgens mij is dat een Ghost Reaper. Oh, ik zit er nog steeds, hè, jong. Dat is een Ghost Reaper, man. En daar hebben we zo'n teleporterend ding. Oh shit, 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 shit. Hij komt dichterbij. Oh. Oh shit, daar. Weg hier, man. Het wordt erger. Oké, hier moesten we naartoe. Blijkbaar. Allee, ik heb waarschijnlijk meerdere keus, maar ik heb ook wat tips gevonden. Ik had dus ook een gepanste duikpak van doen. Die had ik nog niet. Dus ik heb die rap gemaakt. Dat kon dat per toeval. Dus hier moesten wij naartoe. Met alles goed in doog houden, want wie weet. Ligt er hier iets dat ik nog niet heb? Ja, ja, we hebben het. Oké, dit is dus dat groen gas. En dat is een schedel. Oké, als alles safe is, zal ik hier wat moeten scannen. Oké, we gaan hier al wat dingen scannen. Wat voor dingen mogen we hier voor? Dit, hier gaan we echt wel. Oh jongen, dit is wel nice. Ik wil hem scannen, man. Oud skelet, kan dat scannen. Wel rap, want ik hoor nare geluiden. Wauw. Gigantisch. Ik zie daar een rog. Die er anders uitziet als die vorige. Zullen die gevaarlijk zijn? Wat zijn dat? Dat is iets dat we moeten hebben. Ik heb een gepanzerd duikpak nu, dus ik ga proberen. Ik ga proberen erin. Nee, 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 nee. Heel rap erin gaan om het te pakken en terug gaan. Oké, daar ligt hij. Oké, ga rap pakken. Oké, we hebben het. We zien wat het is. Kristallijne zwavel. Die hadden we nodig. Die hadden we nodig. Voor dit. Ja, daar hebben we weer zo'n ghost Leviathan. Oh, hij komt wel. Zoe. Wacht, volgens mij. Stilstaan, want Zoe komt op geluid af, naar schijnt. Dus als ik niks doe, ziet hij mij ook niet. Hoop ik. Kom aan, ga alsjeblieft weg. Ik zou er wel graag willen kijken. Ja, hij heeft ons. Dat was toch niet het. Oh, fucker. Fucker blijft me wel volgen.
Oké, okay, we hebben het bereikt. Oké. Okay. Is hij weg? Oké. Okay. Hopelijk komt er niks anders piepen nu. Oké, het is de moment, man, het is de moment. Ik ben bang. Oh, ik heb hem gescand. Zit! Zit, ik ben bang, man. Fuck. Ik hoop dat hier niet in kan. Fuck, mensen, ik weet echt. Ik moet nu toch wel opletten, zo, hè, dat ik. Dat ik. Ik hoop dat er meerdere uitgangen zijn, hè, want anders kan ik hier wel eens verdwalen. Maar ik zie hier nog een grote schedel liggen. Een grote skelet. Wow. Ik ga ook eens kennen. Leviathan botresten. Oh, dat lijkt wel een zee. Ah, dat is een zeedraak. Dat zijn ook wel de beesten die ik in het lava gedeelte zal tegenkomen. Zonder twijfel. De zeedraken zijn de heersers van Subnautica. Wat hebben we hier? Ah, hier hebben we dat stuk. Met dat blauwe gas, zoals ik zei. Hier kan ik misschien ook nog iets scannen, maar dan. Lijkt me het verstandigste om. Oh, we zijn al op. Oh shit, we zijn al op 900 meter diepte. Ik ga die boom eens even scannen. Reuze baaiboom. We zitten hier in Lost Rivers of zo, en zo noemt de bion waar we zijn of zo. I don't know. Al die bions hebben verschillende namen. Deze is. Ik kan zien dat ik niet te diep ga. Wacht, ik kan hier wel met mijn. Hier kan ik, geloof ik, wel in. Ja. Oké, dan gaan we eens zien wat we hier kunnen vinden. Wat hebben we hier? Ja, dat is nog zoiets. Waar is het? Je vindt het redelijk vaak, maar waar is het goed voor? Lood. Waar is mijn Simot? Ach, daar. Oké, goed dat ik mijn vibrator heb meegenomen. Allee, vibrator, we gaan in de hoed. Oké, niet te diep. Jongen, nu wil ik wel de uitgang vinden. Ik ben er klaar mee. Oké, mensen. Even alles bijgezocht. Wat hebben we nog nodig? We zijn klaar. Mensen, tijd voor deel 1 van de raket. Ik ga even naar boven. Het moet wel weer nacht zijn. Ja.
Oké, let's klimmen. Ik heb de beginners opslaan voor ik het doe. Ik weet niet hoe lang het al donker is, maar... Zit er eigenlijk nog straling in dat schip? Want voor een moment... Ja, ik heb geen stralingsblokkerend pak meer aan, dus... zal die straling weg zijn? Ik weet het niet. Maar tijd om te bouwen. Wow. Het eerste deel van de raket is klaar. En het wordt ook licht. Kunnen we het nog met een mooier gezicht bekijken. Onze raket begint klaar te geraken. Oh, het eerste deel van de raket, zie je hoe cool. En het is er. Wauw. Het eerste deel van de raket is klaar. Oké, nu moeten we zien wat we voor het tweede deel nodig hebben. En ik zei het al, hè. Dat is een stuk lastiger. Kijk, het tweede deel. Daarom is ook van die zwavel voor nodig, dus ik vrees dat ik nog eens ga terug moeten. Ja, zo lastig was het niet meer om het te vinden, maar wat is het ooit? Ja, die staaf is ook niks. Wat is dan nog? Kyaniet en Iron Energiecel, twee keer. Oké, dat zal toch iets voor de volgende video zijn om dat te vinden, maar nu. Dus ik ga nog niet opbouwen. Ja, het staat er wel al. Ik ga nu naar daar. Want onder het eiland is er nog van alles te vinden. Zo, we gaan daar eens zien wat we daar te vinden kunnen vinden. Maar ik wil mijn exopak graag meenemen, maar hoe moet ik dat doen? Hier staat het volgende. Kyaniet. Ja, kyaniet heb ik dus nog niet, dus ik moet eens een keer opzoeken, hè, hoe dat dan gaat moeten. Even terug opslagen. Ik ga eens even moeten zien hoe dat ik dat ga moeten hebben, want wat was het nog? Kyaniet was het. En een ion energiecel. Ja, ik durf te zweren dat ik daar, om dat te maken, energiecellen nodig heb. Maar ik moet het eerst unlocken. Dus dat het hier staat, dat ik het kan maken. Maar ja, dat is voor volgende video, maar nu gaan we... weet je wat? We pakken voor de verandering het exopak eens een keer. Wacht even. Oh. Ah, nu heb ik ze gevuld. Dus nu kan ik schieten met het exopak. Oké, we gaan wel even onderweg zijn hiervoor, want... Exopak is spijtig genoeg niet zo rap. Wacht, kan dat ook lopen? Nee. Het exopak kan dus niet lopen. Maar ik kan er wel mee over land. Dat is wel nice. Wacht, ik ga die grot zoeken. Er was een grot met een cave. En in die cave kwam je in het water terecht. Dus ik denk dat je dan een grot tegen. Wacht, heb ik genoeg lithium eigenlijk? Dat ik dat genoeg heb. Nee, ik heb nog geen lithium gevonden. Ja, dan moet ik er hier even pakken, want hier. Ah, zie je, we hebben het direct gevonden.
Ja, mijn exopak wil ik helemaal niet verliezen, hè. Oh, ik hoop dat ik hier iets ga vinden. Het zijn gewone caves tot nu toe, dus echte reapers. Oeh, dat ging hier nog dieper. Er is hier echt. Oh, er ligt een PDA. Nee, het is geen PDA, het is een tablet. Goed. We zijn wel weer omhoog aan het gaan. Ah, ik zijn eens in de cave gekomen, maar. Er is niet echt veel. Ik kon niet echt veel vinden. Dus ja, zullen we maar naar de uitgang vinden. Ah, daar is hij. Spijtig dat ik heb niks kunnen vinden, dus zo. Dus ik kan dat nu al doen, man. Ik ga nu opzoeken welke dingen ik voldoen heb. Maar mensen, dit was Subnautica toch weer voor vandaag. Het was weer nice. Eerste deel van de raket is er en ik heb wat gezocht over Kianitol. Kianit is dus te vinden in het lavagedeelte ofzo. Dat is zoiets heel groot en ik moet dat dus boren met mijn exopak. Maar daarvoor moet ik eerst een boorarm vinden. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik nog eens terug naar die zwevende ballen zoeken daar in het zuiden. Misschien of daar een dingetje ligt, een basis. Maar dit was Subnautica. Volgende video gaan we Kianit zoeken. Dus like en abonneer en ciao.